Polly Pocket. En dit is Pollyville. De beste plek als je graag een topdag wil beleven. Take a look around your ordinary world. Shake it up to this extraordinary girl. Let's go, Polly. She's here to change your ordinary view. She'll make it exciting and new. En ik weet al wat je denkt. Waarom rijdt ze nu op hoge snelheid door Pollyville met 37 ballonnen, 59 stoelen en een hond? Nou, het begon allemaal eerder vandaag. Hoewel het toen eigenlijk een heel normale ochtend leek te zijn. Als je het tenminste normaal vindt om met je vrienden een modeshow in de tuin te gaan houden. Juist, ja. Want het is pas echt leuk als het helemaal perfect gaat. Wat kan er misgaan? We lopen zo gewoon over de catwalk. Maar je kunt toch helemaal niet verkeerd lopen, Laila? Of wel? Natuurlijk kan dat wel, Lia. Modeshows lopen is een kunst op zich. Echte modellen kunnen jarenlang trainen op een pasje als de gekruiste overstap. Kijk. En zelfs ik heb het nog niet helemaal onder de knie, zoals je ziet. Als we willen dat onze modeshow perfect wordt, dan doen we alleen de simpele stapjes. Maar maak je geen zorgen. Doen we niet. Er is geen reden tot paniek. Er is niemand in paniek, Laila. Want ik heb deze bij me. Hier, mijn geluksarmband. Wat een schitterende armband, zeg. Heeft hij je echt ineens geluk gebracht? Oh, dat weet ik niet hoor, meiden. Maar ik draag hem graag bij speciale gelegenheden. Vind je dit al zo speciaal dan? Volgens mij is het maar een modeshow in een achtertuin. Als het op mode aankomt, dan is elke gelegenheid vanzelf een speciale. Op de plaats, meiden! Welkom bij onze allereerste jaarlijkse Pollyville Achtertuin Modeshow! De meiden dragen allemaal een prachtig setje dat is gemaakt door onze eigen Chrissy. Ons eerste model is Laila. En wauw, het is duidelijk te zien dat zij hier vandaag niet voor het eerst op een catwalk staat. Nee, jullie doen het verkeerd. Doe maar gewoon naar wat ik doe. Nou, we hebben je precies nagedaan. Hey, zo erg was het toch niet? Nu kunnen we tenminste naar de schoonheidssalon. Om ons weer eventjes goed op te frissen. En volgens mij vond het publiek het een fantastische modeshow. Ja, het is alles behalve een ramp geworden. Nou, ik hoop maar dat jullie mij niet de schuld geven. Nee hoor. Want het zou nooit mijn schuld kunnen zijn. Als het op mode aankomt, maak ik geen fout. Oh, kom op. Iedereen maakt toch wel eens een fout? Ik niet. Ik loop al de hele tijd te denken waarom onze show nou niet helemaal perfect ging. Maar ik kan mijn vinger er niet op leggen. Oh, dat zal het zijn. Het komt vast door mijn geluksarmband. Wat bedoel je? Nou, op de een of andere manier heeft hij me in plaats van geluk ongeluk gebracht. Armbanden kunnen geen ongeluk brengen, wetenschappelijk gezien dan. Nee, dat moet het zijn geweest. Want het was in ieder geval zeker niet mijn schuld. Ik doe hem wel even af en dan zul je het zien. Hij is vast klem komen te zitten toen ik viel. Snel, Shani, zet hem uit! Ik wilde het eerst niet geloven, maar het is blijkbaar toch zo. Het geeft echt niet, Laila. Niemand van ons is perfect. Wat? Nee! Ik bedoel dat het blijkbaar waar is dat mijn armband vervloekt is. En nu brengt hij ongeluk. Ik herhaal, armbanden brengen geen ongeluk. Wetenschappelijk gezien dan. Hè? Ja, ik denk dat je gewoon even je gedachten moet verzetten.
Kom, we gaan naar buiten en dan gaan we... Ik kan toch niet naar buiten met dit ding? Dan word ik waarschijnlijk geraakt door een bliksem. Of krijg ik misschien een piano op mijn hoofd. Maak je niet druk. Jij hebt makkelijk praten, ja. Want jij hebt geen ongeluksarmband op je pols zitten. Ik ga zo echt niet naar buiten, meiden. Gaan jullie maar vast. Ik haal haar wel. Laila, alles oké? Nu weer wel, ja. Ik heb wat spullen gevonden om een probleem op te lossen. Denk je dat dit geluk brengt? Het brengt waarschijnlijk wel aandacht. Nee, geen spiegels. Straks breek ik hem. En dan krijg ik nog meer ongeluk. Doe toch niet zo belachelijk. Moet je zelf zien met al die klavertjes, vier en hoefijzers. Ik weet het, ik weet het. Het is vreselijk onmodieus. Oh, Polly, je moet me echt helpen. Geen probleem. We gaan wel wat regelen. Gaan? Waarheen? Misschien komen we onderweg wel een zwarte kat tegen. Kom er maar mee. Ah, die armband zit wel heel goed vast, zeg. Nou, als je dat ding niet los kan krijgen, kun je Laila dan tenminste laten zien dat dat ding geen ongeluk brengt? Natuurlijk, want vergeet niet, een armband kan geen ongeluk brengen. Wetenschappelijk gezien dan, hè? Juist, het is niets anders dan kansberekening. Oké, goed. Hoe groot is de kans dat je aan Laila wetenschappelijk kunt bewijzen dat het zo is? Oh, dat lijkt me wel een haalbare kaart. Dit is Kaartbot. Ze is geprogrammeerd om net zo vaak een spel te winnen als te verliezen. En dat gaat altijd goed, want geluk en ongeluk bestaan helemaal niet. Kijk. Kaartbot wint. Oké, dus deze keer zal Laila winnen. Kaartbot wint. Oké, dus deze keer... Kaartbot wint. Kaartbot wint. Kaartbot wint. Kaartbot wint. Kaartbot! Win, win, win! Huh? Dat is echt nog nooit gebeurd. Dat is het bewijs. Mijn armband is vervloekt. En nu zie je dus ook dat het echt niet mijn schuld was. Die armband is nog sterker dan de wetenschap. Dan doen we het maar op de onwetenschappelijke manier. Die armband had je nooit eerder ongeluk gebracht, of wel? Je bedoelt voor de modeshow van vanochtend? Nee. Aan welke theorie denk je nu, Polly? Er moet iets gebeurd zijn tijdens de modeshow, waardoor Laila nu ineens al deze problemen heeft. En dat moeten we dus ongedaan maken. Ja! Maar hoe? Door precies hetzelfde te doen als vanochtend. Maar dan omgekeerd. Het enige wat we hoeven te doen is zorgen dat alles hetzelfde wordt als hoe het was. En dat is... onmogelijk. Sorry, Polly. Niets is opgewassen tegen het ongeluk van mijn armband. Hey, jij bent degene die in geluk gelooft. Nou, ik geloof dat niets echt onmogelijk is zolang je je fantasie maar blijft gebruiken. Oké, wat is je plan, Polly? Chrissy, jij en Lia zoeken een andere plek voor de show. Een plek met een podium en lichten. Shani, jij regelt het publiek. Willen jullie dat echt allemaal doen? Voor mij? Na al die problemen die ik... Ik bedoel, die mijn armband heeft veroorzaakt? Natuurlijk! Ja, ik bedoel, we zijn dan niet perfect. Maar wat moet je met perfectie als je ook vrienden hebt? En zo zijn we weer aanbeland in het nu. Snap je? Ja, ziet er goed uit. Tot ziens allemaal. Dit was de allereerste jaarlijkse Polyville Achteruit Modeshow. Een applaus voor onze modellen. En daar gaat de grote ster van onze modeshow, Laila. Laila? Ik durf niet. Niet met al die mensen. Ze kunnen je niet eens zien, joh. Ze zitten toch allemaal met de rug naar je toe? Oh, maar hoe moet ik dat nu gaan doen? Ik heb echt zoveel pech vandaag dat ik niet eens perfect vooruit kan lopen. Je hoeft niet perfect te zijn als je vrienden hebt. Ik kan het niet. Die pasjes waren weer niet perfect. En dat is fantastisch. Waarom is dat fantastisch? Er is al iets misgegaan. Waardoor het nu zeker niet meer perfect wordt. Dus er is nog maar één ding dat we kunnen doen. Plezier maken. Maar met mijn armband kan dat niet.
Jij gaat niet opgeven, denk ik zo. Als je valt, vangen wij je op. Probeer het! Overstap? Nee, ze doet een gekruiste overstap achteruit. Is dat eigenlijk wel mogelijk? Nou, zo te zien wel. Het is gelukt. Ik bedoel, het was dan wel niet perfect. Maar het was fantastisch. Inderdaad, dat is waar. Ik heb de armband verslagen. Hey, moet je dat nou zien? Hij is weer losgeraakt toen ik viel. Weet je... Ik betwijfel eigenlijk of dit ding me echt ongeluk heeft gebracht. Denk je van niet? Maar wat heeft de problemen dan veroorzaakt? Ik denk dat ik het zelf deed. Ik dacht altijd dat ik perfect moest zijn. Maar weet je wat? Je hoeft niet perfect te zijn als je echte vrienden hebt. Ik hoopte al dat je dat uiteindelijk in zou zien. Niets is namelijk echt onmogelijk, zolang je maar je fantasie blijft gebruiken. Dan kun je zelfs de gekruiste overstap doen. Oké, misschien moet je niet alleen fantaseren, maar ook een klein beetje oefenen.